Welkom bij een nieuwe Road to Raad. We hebben vorige week afgesloten in Oranjewoud. Stemde maar niet tevreden. Ik had het zwaar. Ik heb het wel gehaald, 32 kilometer. Maar dat ging niet makkelijk. De eerste 16 heel zwaar. De tweede 16 nog zwaarder. Groot verval. Dus we moeten deze week even een revanche nemen. Hoe doen we dat? Nou, het is nu woensdagavond. Ik heb maandagochtend al een half uurtje gedaan. Vanavond hebben we 15 keer 200. Morgenavond 3 kwartier. En dan zondagmorgen om 6:30 starten. 'S Ochtends. Met de hele ploeg. 3 uren lang. Er staat 2,5 uur op het programma. Maar ik ga toch 3 uren proberen. Want nogmaals, het stemde mij niet tevreden afgelopen zaterdag. Het vertrouwen moet even herwonnen worden. We doen ons best. 15 keer 200 gehad. Nog steeds woensdagavond. Even een goed gesprek gehad met Gerrit. Het was natuurlijk afgelopen zaterdag extreem warm weer. Dus dat was zeker van invloed. Vanavond dus 15 keer 200. Het goede gevoel is wel weer terug hoor. En we gaan zondag afgesproken dus tussen de 2,5 en de 3 uur. Komt helemaal goed. Over 6, eerste Pinksterdag. Kijk eens, daar staan ze. 3 van deze jongens naar binnen werken. Om 7 uur vertrekt men met de auto's. 4 stuks richting Vraneker en dan weer terug naar Bolsward. 2,5 uur, 3 uren. 1 voordeel: het windje in de rug. We gaan er 3 naar binnen werken. 3 van deze jongens. We nemen u mee. Vandaag. 6:30 nu. Traditiegetrouw. Even een bakje koffie. Met Raymond. Kijk, het valt best wel mee. Het is wat koud. We zullen wel wat buitjes krijgen onderweg, ben ik bang. Valt mij nog mee. Het had ook erger gekund. Iets van glas half vol, glas half leeg. Zoiets dus. Mooi. 6:55. We horen een kippenhok. 1, 2, 3, 4. Hey. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gerger, hoe het daar hierin? Ja? Heeft ze zin in? Ja, mooi hè? Kom niet aan. Mooi daar, jongen. Oh. We gaan er.
Payback Time. Fantastisch. Na een zeer frustrerende week. Oei oei oei. Ik had het zwaar afgelopen week. 32 kilometer in Oranjewoud. Heeft me een deukje opgelopen in mijn vertrouwen. Deze man niet. Die liep als een speer in Oranjewoud. En nu weer. Fantastisch joh. Goed gedaan jongen. 20 voor 11. Keurig. Koffie. Ik heb gezegd in de vorige vlog dat deze week payback time is. Revanche nemen. Nou, dat is gelukt. Nu met volle vertrouwen naar 4 juni. En we hebben even 5 kilometer extra lopen. Hè? We hoefden maar 25. We hoefden maar 25. Ja, voor het moraal gevoel. Hier tussen de oren. Met het 20 net, ja. We hebben nog even 5 extra lopen. Ah, hebben we het. Dank maar. Mede dankzij jou doorzettingsvermogen. En nu gaan we een lekker broodje eten, jongen. Oh, broodje bij Hester. Bij Hester. We hebben verdiend. We houden ook nog een verhaal, hè? Dat doen we ook nog even. Vandaag wordt een mooie dag, Joop. Ja. Bedankt, jongen. We gaan ervoor. Zo is het. Dit was hem voor deze week. Kijkers. Jan, Tien en Astrid. Kijken. Dag jongens. Zwaai even. Keurig hè. En we sluiten af met een lekker ontbijtje. Op naar de volgende Rotoraad.